Good morning. Good morning. We're in the beautiful town of Grammenen in Belgium, where we have the yearly Brocante or flea market. It's more of a flea market. And we're here with Marijke and Patrick and Sabine, of course. Good morning. It's always on the 15th of August. And as every year, we're here again, hunting for collectibles. Hele goedemorgen. Heeft u toevallig ook muziek? LP's of CD's of zo? Nee. Computerspelletjes? Nee. Waar de Sims liggen hier? Ja. Complete doos van de Sims. Van de jaren 2000, als ik me niet vergis. Ja. Wat vraag je ervoor? De hele set. Ja. Wat vraag je ervoor? 15 euro. 15. Zie je dat hij zo ingedekt is. Zou het voor een tientje mogen? Omdat jij zit. Oké. Okay. Jij kent me. Ja, oké. Okay, ja. Ik snap het. Kijk, voilà. Alsjeblieft. Mijn eerste, veel plezier vandaag. Mijn eerste aankoop vandaag. Ja, veel plezier. Wat vraagt u voor die spelletjes? 10 euro een stuk. 10 euro een stuk, oké. Nu wel staal is dit, zag je het? Wat is de prijs voor 3? 6 euro. 6 euro? Ah, jammer. Zullen we het zo klappen? Ja. Wat vraagt hij hiervoor? Hier 5 euro. 5 euro? Ja. En deze ook? Deze ook, ja. Ik koop ze allebei. Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Waar moet je naartoe? In onze kast. U bedankt, veel plezier. Ah, ja, daar gaan we. Daar moet ik hier natuurlijk bezig.
Wat vraagt u voor een singeltje? 50 cent. Ik heb geen idee, maar het ziet eruit als iets wat eerder denk ik wel leuk. Oké, bedankt. Was dat? That'll be a surprise when he will see it. Wat vraagt u voor de spelletjes? Welke zijn dat? Starten van Nintendo DS. Ik ga bellen. Ja, ja, mag ik eens zien? Nintendo DS van Star Trek. Spelletje. In een doosje, ja. 5 euro, oké. Okay. Ja. Die Tetris spelletjes van die Game Boy. 10 euro stuk. En de PlayStation 1 spel van Ready to Rumble. Wat lief? Ready to Rumble. Ready to Rumble, PlayStation 1. 4 euro. Ik zal even eerlijk vragen, want ik weet het niet. Oké. Okay. Okay, deze hoef ik niet, deze. Okay. En die Tetris was 10? Ja. Wat kost het zo bij elkaar? Hij gaat daar ook gaan zijn hoor. Dat zijn allemaal... computerspelletjes. Hij gaat daar zijn. Ja, ik wacht wel even. Kom een keer door, Lennart, als geweld. Ja, ja, ja. Die gasten, die allemaal wel er een boel. Ik weet het, ben je er ook al? Ja, 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 zo'n vriftje, ik weet. Hier. Maar dat ik zeg even wat dat kost. Ja, en deze ook dan. En dat er, erbij? Ja. Deze maar, ja. Blijft in de markt een beetje, niet? Want, ja. Maak eens een mooie prijs. Een smulje. Wel Frans. Nee, hoeft niet. 45 euro voor Sam? Als je 40 had gezet, had ik meteen gedaan. 40 goed? Ik ga het nog even op 45 euro, sorry. Ja, dan doe maar 50. Dank je wel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Het lukt nog om je zakje in. Smeel. Nee, dat gaat goed. Moet ik het geld? Die daar. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo wel goed. Oké. Okay. Zou ik er 3 mogen voor 4 euro? Ja, dat mag. Dat is fijn, dankjewel. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt. Bedankt, hè. Veel plezier vandaag. Ja. Hey, Red Hot Chili Peppers, gaaf. Nine Inch Nails, dat is ook een goeie. Je hebt het goed uitgezocht. Hey. Wat vraagt u voor de cd'tjes? 2 euro stuk. 2 euro, oh, oké. Okay. Oh, nee. Waarom heb je deze laten staan dan? Overheen gekeken. Ja. Iets gevonden? Ja, ik vind 2 euro per stuk een beetje veel. Ja. 3 euro kan. Oké, dat is goed. Kijk eens. Dankjewel. Voilà man. Oké, vriendelijk bedankt. En veel plezier vandaag. Dank je.
Elton John, oh ja. Goedemorgen. Allee, goedemorgen. Ik zeg goedemorgen. Ja. Oh, druk bezig. Ja. Ik zit in mijn flow, hè. Ja, nou lekker toch? Goed verkopen vandaag. Ja, ik hoop het. Het wordt heerlijk weer, dus... Maar ook niet te goed zijn, hè. Dan gaan ze naar de zee. Oh ja, nou ja, goed. De echte diehard, zoals ik. Ja, dat is waar. Verzamelaar van platen ofzo. Ja, muziek, dus LP's, CD's, cassettebandjes. Ah, ik vind het allemaal leuk. Ik ken mijn cassettebandjes niet meer. Nee? Wat jammer. En heb je ook computerspelletjes misschien? Nee. Okay. Ik vind deze wel leuk. Die koop ik van je. Oké. Okay. The Bitch is Back. The Bitch is Back. Het is Elton John. Ja. Salutje. Ja, alsjeblieft. Succes vandaag. Veel plezier. Hey. Het is allemaal dezelfde. Je hebt heel veel dezelfde. Ja, het zijn nog nieuwe. Wat kosten die dan? Zeven. Zeven? Okay. Ja. Die andere, ja, die ook. Het zijn twee soorten. Oh ja. Sta je open voor een bot voor het hele stapeltje? Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Nou ja, ik ook niet. Ik heb niet heel erg geteld, maar als ik nou 30 euro geef voor de stapel, zou je dat doen? 15. Dan komt er maar een tweede uit het spel. Ja, dan kan ik er iets aan verdienen. Daar ben ik gewoon duidelijk in. 35. Ja, dat is goed. Kijk er eens, alstublieft. Amazing video game find there, because there were 15 of those rather high value games. I saw the latest comparison sale on eBay for over 60 euros. I'm not sure if I can sell it for that much. I'll put them in for a couple of euros at my shop, and I will still be making a decent profit there. We had great fun, so we will continue our hunt in Grammene in the next episode. So I hope to see you there. Make sure that you're subscribed. For now, I want to thank you very much for watching. Stay safe. Bye-bye.